Kijk, en daar is mijn mannetje en hij schaamt zich ervoor dat hij... Jij hebt gisteren je examen gedaan thuis. Vertel. Ja. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stelman van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stelman van der Werf. En die is op dit moment met de hondjes aan het lopen. Het is vandaag voor jullie info 4 juli 2020. En het is 10:01 in de middag. En ik zit dus nu op dit moment voor mijn pc. En eventjes vlognummers bij mijn video's te doen. En ja, met Roderick die moet sowieso werken. En ik ga dit even zowat de hele dag doen. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk, Roderick is zo lief geweest om dus heel veel nummertjes te zetten voor de vlogs. Kijk, ik heb deze dus al gehad. Dat is 5, 6, 7. Dus ik ga deze alvast knippen. Ga ik grijs maken. Knippen gaat die weg. Ga ik naar deze beeldscherm. Joehoe. Dan moet ik weer even naar beneden. Dat vind ik zo irritant van YouTube eigenlijk. Dat je continu naar beneden toe moet. Als je nou eens een keertje blijft waar je bent. Dat zou helemaal geweldig wezen. Maar helaas. En dan doe ik dus Ctrl V. Hier. En dan doe ik opslaan. Dat is de hele tijd wat ik dus ga doen vandaag. Nou, doe ik weer die weg. Dus ja, wens me lucky. Nou, mijn staat heb ik er uitgedaan. Dat stond net nog lekker zo. Ja, vanavond even voordat ik ook de hort op ga. Vanavond rond 6:15. Ja, moet ik even weg tot weet ik voor hoe laat. Ik ga lekker ergens lekker een hapje eten. Maar nee, daar ga ik lekker niet vloggen. Nee, dat willen ze niet. Nope. Kijk, en dat is mijn mannetje. Dus ik geef even de... telefoon aan hem, dan kan hij even lekker vloggen. Kijk, en daar is mijn mannetje en hij schaamt zich ervoor dat hij kleddernat is. Nou, zijn kleding is niet nat. Zijn broek is ook niet nat. Nou, zie je eens kijken. Jongen. Ah, wel nee. Nou, bleh. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Niet zo dicht erop, dan kan ik me niet zien. Ja. Ja. Kom hier. Ja, hi. Hi. Je bent nat. Natte. Rijkt naar natte hond. Rijkt naar natte hond. Wiel, eeuw. 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 Mm-hmm. Nee, ik wil even met papa zijn. Kom. Dat is leuk, kom maar. Nee, lekker nee. Lekker erbij. Ja, lekker erbij. Lekker erbij. Ja. Ja. Is oké, okay, is goed. Ja, kom maar erbij. Nou, nee, ik heb het tegen jou. Kom erbij. Zo. Kom hier. Lekker ding. Kom hier. Kom. Ja, dat doe je zelf. Jij zegt kom erbij. Nee, tegen jou had ik dat. Wat zijn we ook een leuk stel zo, hè? Wat? Ja, ja. Oh. Wat? Kun jij nog leuke gekke bekken trekken dan? Lekker gekke bekken? Ik ga mijn vinger in mijn neus steken, zo. Ja, is goed. Lekker, hè? Even nog even opeten. Opeten. Rino Telixera heet dat, hè? Alsjeblieft, met mes en vork uit je neus eten. Ja. Dat is een beetje netjes. Kun je nog leuk meer gekke bekken trekken? Nee. Denk het niet. Niet? Nee. Jammer. Ja, trek jij gekke bek. Heb je een visbekje dan of niet? Ik wil het zo moest knijpen op vies, maar geen idee. Wat? Is toch handig? Hm. Ja, is toch handig, ja. Jij hebt gisteren je examen gedaan thuis. Vertel. Ja, twee examens volgens mij. Ja, vertel. Gisteren twee examens.
Nou goed, die moeten vijf dingen doen, geloof ik. Twee examens met een tussenpauze. Ja. Eén was een spreekopdracht, de andere was een schrijfopdracht. Ja. Luisteropdracht had ik al gedaan, had ik een 8,6 voor. Dat is wel netjes. En ik had mijn collega als teamlid, zeg maar. Teamlid slash opponent. Mm-hmm. Met z'n tweeën moet je een discussie voeren. Maar eerst moet je dus een voorstelrondje doen van oké, waarom zou iemand anders nou bij Securitas gaan werken? Ja. Je moet dus eigenlijk een soort van zaaltje toespreken. Nou, met één persoon, met drie personen erin. En dan vertel je iets van oké, van dat ben ik. En Securitas, nou, topbedrijf, betaalt die opleiding. Is leuk, je krijgt je rooster 2 weken van tevoren, is allemaal bekend. Je hebt een maandplanning, zeg maar. Dan zet je met tijdvakken van oké, daar kan je ingeroosterd worden. Hoeft niet altijd. Maar binnen dat tijdvak van 10 tot 10 bijvoorbeeld, kun je zeggen nou van 11 tot 2 word je even ingezet. Ik zeg maar even iets. Ja. Nou, dat betekent dus dat je van 10 tot 11 even niks hoeft te doen. En vanaf 2 uur tot 10 uur 's avonds heb je ook niks meer te doen. Dat is lekker, toch? Ja, maar dat is een tijdvak dat reserveren is. Want ergens daarin ga je ingeroosterd worden. Ja. Soms is het hele tijdvak en soms ook een deel van het tijdvak. Mm-hmm. Meestal een deel, maar goed. En nou, je vertelt over welke locaties ik allemaal geweest ben. Even in het kort. En wat er allemaal te doen was. Dat is mooi. Gewoon loopdiensten, openingsronde, sluitronde, brand- en sluitronde. Extra dienstverleningen. Dat houdt in dat je dus een extra dienst gaat verlenen. Joehoe. Mm-hmm. Er is een evenement, dan moet iemand bij de poortjes gaan staan. Nou, het reguliere team, ja, die is bezig met andere dingen. Dus ze hebben iemand extra nodig die bij de poortjes gaat staan. Ja. Dus de collega's zijn zo vriendelijk van, nou, dan ga jij eventjes hier de intercoms doen. Ga ik even bij die poortjes staan of andersom. Mm-hmm. We zijn meestal dan met z'n drieën, dus één van die drie pakt dan die dienst op. Dat is dan, lekker. Het is uitwisselbaar, dus dat is wel heel fijn. Mm-hmm. Nou, leuke collega's, planning is aardig. Praktijkbegeleider is aardig, goede jongen. Meerdere goede jongens trouwens. Meerdere, oké, dat is mooi. Ja, één is mijn praktijkbegeleider, maar anderen die zitten er heel snel mee samen te werken. Zijn praktijkbegeleider van iemand anders. Maar daar krijg je ook mee te maken door lessen te krijgen en bijvoorbeeld waarnemen. Mm-hmm. Praktisch handelen. Hoe ga je om met een bepaalde situatie? Yep. Stel, er komt een vervelende klant binnen, hoe ga je daarmee om? Ja. Schoppen en slaan en schelden. Nou nee, niet dus. Jammer. Nee, je moet altijd heel vriendelijk blijven van meneer of mevrouw, wat komt u doen? Hoe kan ik u helpen? Heeft u een pasje? Heeft u een afspraak? Geen afspraak? Dan kan ik even voor u bellen. Nou, afspraak schijnt niet te bestaan. Als ze dan op een ander pand thuis horen, van oké, prima, stuur ze er dan naartoe. Ik heb één keer iemand moeten vragen om te vertrekken. Dat was wel grappig, maar die sprak geen Nederlands. Een beetje buitenlands over de Europese taal. Dus. Oké. Dus ik vroeg even aan de jongens van de expeditie, want daar was hij. Van, weet u er iets van? Nee, weten we niks van. Ze van, nee. Graag naar buiten, kom er even mee. Gezellig. En niet aangeraakt, gewoon netjes afstand houden. Van, gewoon verbaal. Mm-hmm. Vragen van nou, Nederlands, Engels, Duits een beetje. Maar hij begreep helemaal niks. Dus. Mm. Wat vertaal ik ook sprak, hij snapt het niet. Okay. Dus daarom denk ik Oost-Europees. Okay. Kijk, ik kan een paar woordjes Russisch, dat wel. Maar ja, Pools is anders dan Russisch. En als je dus meer naar de Russische grens toe gaat, dan snappen ze ook wel dat soort woordjes. Mm-hmm. Zoals privet, dat is hallo in Russisch. Ja. En vanavond moet je weer werken, begrijp ik? Ja, straks weer werken. Yep. Ja, je moet zo naar huis om te kleden. Dat ook mag. Dus de kijkers wensen jou weer heel veel werkplezier. En we hopen dat jij gaat slagen met alles. Ja, en niet geslagen wordt. Nee, tuurlijk niet. Nee, ik ben geslagen voor mijn examen. Als ik niet geslaagd zou zijn, zou ik nog een keer geslagen worden. Nou, Sander, nou dan maar één keer. Ja, Sander toch? Precies. Dus. Ladies, een mooi meisje. Oeh, ga je weer weg daar? Je stond daar wel mooi. Oh, je gaat daar weer liggen. Oké. Toch maar niet. Toch maar daar in dat hoekje bij oma. Oh, toch maar niet. Ga je weer daar? Oké. Zo, en ik heb Roderick nog even aan de telefoon, want die moet zometeen, die is onderweg naar zijn werk. Yay! En ik ben nog bezig met allemaal vlognummers. Yay! Hoela die yo. En daar hebben we Draki. En ik moet nog schoenen aandoen. Yep. En daar hebben we Beauty. Ja! Gezellig.
Ja, en ze zeggen altijd, het laatste loodjes wegen het zwaarst, maar weet niet, maar ik ben lekker bezig. 643 gaan we nu doen. Ja, het gaat hard. Ja. En dan ben ik bijna klaar met vlognummers. En dan moet ik nog een keertje gaan editen. Ja. En ik heb hier nog een vlog op staan. En dan moet ik nog gaan eindigen. Terwijl ik al bezig ben met voor vandaag. Ja, gaat snel. Snap je hem nog? Het gaat goed, maar het gaat ook wel weer niet goed. Maar ja, maakt niet uit. 3644. Ja, ik ben er bijna. Ja. En zo. Opslaan. Ja. Gaat erg lekker. Ja, ik ben met twee schermen bezig, zoals jullie wel weten. Nog drie vlogs en dan ben ik helemaal bij met hoeveel vlogs ik al heb. Je gaat dus zien al een aantal x keren voordat deze vlog dus online komt. Dan heb je dus al een paar keer gezien dat ik dus heel veel vlognummers heb. En dat is dus hoeveel vlogs ik al heb. Ja, 645. Dat is, knippen. En hierna moet ik er nog twee. Nou, reken uit. Dit ga ik opslaan. En dan doe ik die weer terug. En dan heb ik nu nog de ene laatste. Dat is dus 646. Met 647. Dat is het laatste op dit moment. En dan kan ik weer gaan editen. Yay! Ben ik echt blij mee. Weg. Heerlijk. Kan ik weer een beetje bijwerken. Het is nu 2:20. De nieuwe Karin. Ja. Zo. En dan heeft mijn moeder meeste vlogs op dit moment. Maakt niet uit. Geeft niet. Vind ik helemaal niet erg. Zo. Ik heb dus nu in totaal tot en met 11 juli heb ik ingepland 647 vlogs. En als ik naar mijn eigen moeder toe ga, die heeft dus meer vlogs. Maar dat komt dus ook omdat ik dus 's winters niet vlog. Omdat ik gewoon dan te moe ben. Even kijken. Die heeft dus al... Oh, wacht even. Ik doe het even anders. Ik kan namelijk naar mijn moeder haar account. Is ook weer lekker aan het schommelen. Maakt helemaal niet uit. Bibliotheek van haar. YouTube studio bedoel ik. En dan video's. Mijn moeder heeft dus al bijna 800 vlogs. Nou, 6. Ik ga al naar de 7, naar 8. Dus ja, gaat goed. Gaat goed. Ze is lekker bezig. Ik ben trots op haar. Mag ook gezegd worden. Ja, en dan ga ik gewoon weer naar mijn eigen account. Account wisselen. Gaat goed zo. Yep. Zo. Ja. Nou, ik ga weer even vlogs editen. Dus ja, ik zie jullie straks alweer. Nou, mijn Adobe Premiere Elements 2020 die is aan het opstarten. En ik ga mijn schoenen aan doen en mijn sokjes aan doen. Ja, ook een hele goeie. Ik heb toch weinig ergens zin in. Eigenlijk helemaal nergens zin in. Scheelt weer. Zo. Even een beetje warme voetjes vanzelf. Een beetje koud. Ja, ik heb het een beetje koud. Ja. Zo. En het regent vandaag. Het is een beetje druilig weer. De buren de overkant hebben een mooie partytent. Doen ze helemaal goed. Waarschijnlijk een leuk feestje. Vind ik helemaal niet erg. Doen ze alleen maar goed. Eens even kijken. En ik moet nog bezig met mijn theorie. Moet ik ook even er erg in plempen. Zo. Dat was mijn sok. En mijn schoen. Mijn sok. Ja hoor. Dat was mijn voet. En met mijn sok al aan. Ja. Zo, dat is lekker warm. Dat kan ik je wel vertellen. Zo, schoentjes aan. Ik weet niet welke schoen dat is die aan het etteren is. Nee, deze niet. Ja, ik moest even voelen, want er is een schoen bij mijn tenen. Dus en bij mijn neus. Niet deze neus, maar bij deze neus. Aan het etteren. En waarschijnlijk is dat die andere... Dus deze niet dan? Nee. Moet ik even deze voelen?
Wat is deze dus? Jip. Oké, nee, ik weet al wat het is. Ja, oké, dat is een stukje stof die een beetje aan het rafelen is. Nou, oké, nou ja, joehoe. Nee, ik hoef geen veter in mijn schoen hoor. Nee. Moet ik wel zo meteen vast hebben. Dat is alles. Ja. Maar ik ben eigenlijk benieuwd. Daar kom ik eigenlijk zo in één keer mee. In welke leeftijdscategorie film ik eigenlijk? Wat zijn jullie leeftijden? Ja. Dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus ben je jonger als 18 jaar? Maakt niet uit. Dat vind ik leuk. Ben je ouder als 18 jaar? Vind ik ook leuk. Maar schrijf het even hieronder. Gewoon lekker eventjes in de comments. Vind ik alleen maar leuk. Vind ik gewoon gezellig. Dus, en heb je nog een vraag wat ik zou kunnen filmen? Zoals me voor koken. Ik ga juist een lijstje maken. Van wat jullie leuk vinden. Wat jullie aanspreekt. En daar ga ik een lijstje van maken. En dan ga ik dat lekker in de zomervakantie. Daar eens even aan gaan werken. Want dat vind ik het leukste om dat te gaan doen. Dus heb jij nou een idee wat ik kan gaan maken? Zoals kookvlogs, bakvlogs, shopvlogs, unboxing, verstuurpakket doen. Ja, dat moet ik sowieso nog doen naar mijn vriendinnetje in Tilburg. Dus die staat ook nog. Ik denk dat ik dat in de zomervakantie najaar ga doen. Dus, Shannon. Dus dat ga ik sowieso doen. Dat wil ik wel, als ik daar een beetje geld voor heb, wil ik dat wel gaan blijven doen. Vind ik leuk. Dus ja, heb jij nou een leuk idee? Ik zou zeggen, schrijf het even hier beneden. Want dat vind ik gewoon leuk. En dan ga ik dat juist oppakken. Ja. Ja, en toen was het alweer 4:10. Ja, het gaat snel. Ik moet nog even hier van vlogs afhalen. Ja, voordat ik het vergeet. Ja, moet ik niet vergeten. Nee, toen had ik ook in mijn oog een beetje kriebel. En ik ben even net gebeld en door mijn andere mama. Ja, mama Ilona. Gezellig. Even een goed gesprek mee gehad. Ik moest de groetjes doen naar Roderick. Dus dat doe ik vanavond laat wel. En anders doe ik het morgen wel. Ook goed. Dus ja, ik ga even broodje eten. Ja, ik heb gewoon even zin in. Wat ik dan ga doen, weet ik nog niet. Maar ik moet sowieso om 6:15 ergens anders wezen. Ik moet om 6:15 eens weg. En dan, nou ja, de hondjes die zijn al uit geweest met Roderick. Dus die is vanavond lekker pas aan de beurt, want ze slapen nu lekker op de bank. Want als ik dat al had gezegd, dan was het al druk hier. Maar dat is het dus niet. Nee. Nou, ik ga eventjes mijn telefoon legen en dan komt het wel goed, hoop ik, denk ik zo. Ja, denk ik wel. Met jullie toch ook? Niet die... Oh, ik wou net zeggen, move. Oh! Nou, dan ben je even in de avond aan het lopen. Lady staat daar lekker gras te eten. Ook helemaal goed. Hé, hey, kom. Liefie, kom. Hallo, kom eens hier. Hallo. Hier. Je zus pesten. Nee, ook. Ja, vieze. Goed zo. Volg je lijn, schat. Kom. Volg lijn. Volg lijn. Kom. Ja! Kom dan. Nee, alleen Loffie en die vindt het belangrijker. Jut, kom. Juttie, kijk eens bij je zus. Nee, niet. Wat heb je allemaal gevangen dan, Loffie? Ga kijken.
Wil je mee? Nee, kom. Kom niet op de stoep staan. Niet zo ver. Nou, kom. Wil je mee? Ja, kom maar. Hé? Hurtje klutje met je op de hei, hè? Los LOS. Leed ook LOS, dat weet je. Alleen ik heb een haar in mijn oog. In mijn hoofd, ja hoor. In mijn hoofd, voor mij. Goed zo, allemaal piesje. Goed zo, helemaal goed. Jij, moet jij eroverheen? Dacht ik al. Ja, je gaat eroverheen. Goed zo. Keurig. Nou, ik ga deze prullenbak even dicht doen. Dames, mag ik even de ruimte? Mag ik even de ruimte? Zo, en die is dus dicht. Goed zo. Ja, toen was het alweer 11:30 geweest. In de avond, in de nacht, bijna, nacht, middernacht. Maar ja, ik doe even mijn oortje uit, want ik heb niemand aan de telefoon. Ik heb jullie ook nou niet zien, mijn oortje, dat is wel lekker. Maar, ik ga jullie wel bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, doe het belletje aan. En laat vooral een leuke reactie achter. En dan reageren we sowieso terug. En dan zien we jullie morgen bij een gloednieuwe vlog weer. Dus, doei! Mwah!